Hoi Mark, ik sta hier in het Bunttheater, zoals jullie kunnen zien. En ik heb 9 oktober hier mijn allereerste concert. Nou, ik zing en ik acteer en ik presenteer en ik doe waar ik blij van word. Ja. Groetjes. Het leukste is toch wel muziek. Muziek is toch wel de nummer 1 waar ik gelukkig van word. De uitlaatklep waar ik mijn blijheid, mijn woede, als ik verdrietig ben. Muziek is nummer 1. En zingen. Dus, ja. See my face on the mouth, everybody's talking now, baby. Oh, you know it's true. Ja, ik heb afgelopen weekend een nieuw dansje moeten doen, zo noem ik het in ieder geval. Ik heb voor het eerst in mijn leven een live show gepresenteerd voor best wel veel mensen. Voor zowel tv als ook live publiek. Samen met Stefania. En dat was heel gaaf om te doen. We hebben natuurlijk meegedaan aan het Junior Song Festival, dus ik wist hoe de show in elkaar zat. En het was ook nog steeds hetzelfde team, dus het voelde alsof ik het gewoon deed. Alsof ik ergens thuis was, zeg maar, omdat ik die mensen al 3-4 jaar ken. Maar het was wel heel spannend. Het ging allemaal wel heel goed, dus dat is fijn. Je woorden doen het goed, want ik heb ze net in letters gespeld. En nog lukt het me niet om jou te begrijpen. Nog iets nieuws, ja. Mijn allereerste concert, 9 oktober. Ik heb ongelooflijk veel zin in. Samen met mijn liveband. Ook nog 2 gastartiesten, Sterre Koning en Femke Meijnes. Ja, wat kunnen ze verwachten? Sowieso gezelligheid voor jong en oud. Dus al heb je een opa en een oma en die hebben die dag ook niks te doen, neem ze gezellig mee. Want er komen zowel oude liedjes in voort als mijn eigen muziek. Als wat ik al zei, 2 gastartiesten die ook nog met allemaal liedjes komen. Dus het wordt 1 gezellige middag en avond. Sometimes I mess up, I F up, I swing and miss, but I'm okay, I'm cool with it. Ik woon natuurlijk al heel mijn leven in Weert. En ik dacht, hoe gaaf is het om mijn allereerste concert gewoon te doen waar je woont, toch? Nou, de kaartverkoop gaat heel goed, maar ik moet zeggen, er zijn nog kaartjes beschikbaar. Dus ben je nou dit aan het kijken of denk je van, nou, ik heb 9 oktober niks te doen en ik wil even een gezellige dag hebben. Koop dan je kaartjes op munttheater.nl.